Vandaag in de voorwagen wielrenner Koen de Kort, die zich als knecht van Alberto Contador opmaakt voor de Tour de France. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de voorwagen. Spreken wij met de heer De Kort, de heer Koen De Kort uit de Brabantse Liempde. Ja, dat klopt, dat ben ik. Meneer De Kort, u hebt 11 grote rondes gereden namens het huidige team Sunweb. Is het nou toeval dat de eerste de beste ronde na uw vertrek, die wordt meteen gewonnen? Ja, dat is natuurlijk misschien een lichtelijk toeval, maar ik denk dat het toch wel wat te maken heeft met het feit dat ik wel wat ervaring heb gebracht naar deze ploeg. Oké, dus een deel van de Tour, van de Giro-zegen van Tom Dumoulin, komt ook een beetje door Koen De Kort, wilt u dat nu zeggen? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb wel een klein beetje daarbij meegeholpen. Maar goed, Tom is inmiddels zo duidelijk en hij weet precies wat hij moet doen. En mijn werk daar is gedaan. Meneer De Kort, wij hebben begrepen dat u nu Alberto Contador aan de Tourzegen moet helpen. U realiseert zich dat hij al 2 jaar 0-0-0-0-0 cans meer heeft gepresteerd. Ik ben er wel van overtuigd dat hij helemaal gemotiveerd en helemaal klaar aan deze Tour de France begint. En volgens mij heeft hij zeker grote kansen. Meneer De Kort, wij lazen dinsdag een interview met u in de Metro, waarin u zegt dat 99% van de wielrenners dopingvrij rondfietst. Wat gebeurde er een dag later? Ja, dat was wel even redelijk pijnlijk. Een van mijn ploeggenoten was inderdaad positief. Moet ik wel zeggen, 99%, dat betekent op 200 renners in de Tour dat er toch nog steeds 2 met doping op zouden kunnen rijden. En laten we dan maar hopen dat die ene nu gepakt is. Ja, uw ploeggenoot, u refereert eraan, de heer Cardoso, die werd ouderwets betrapt op EPO. Wat moeten wij daarvan denken, meneer De Kort? Ja, ongelooflijk. Dat is wat mij betreft echt niet te begrijpen. Doping gebruiken in deze tijd vind ik sowieso al niet te begrijpen. Maar EPO, dat is sowieso ontzettend dom. Ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat de B-staal negatief is. Want zo dom kun je echt niet meer zijn. De uitspraak over doping komt uit uw boek Renner met Reden, dat u onlangs uitbracht. Is dat net zo spannend als het boek van Thomas Dekker? Ja, ik vind het zelf een leuker boek. Het boek van Thomas, ja, dat is inderdaad wel spannend. Daar komen dingen in voor die je echt niet verwacht. Een opmerkelijke passage in het boek van Thomas Dekker, want wij vonden het wel een spannend boek, was dat hij op een gegeven moment begint aan een grote ronde. Hij komt op een kamer met Steven de Jong. En hij krijgt van de heer de Jong een handdoekje met daarbij de mededeling: we gaan eerst even rukken. Hoeveel handdoekjes komen er bij u en uw kamergenoot aan te pas op een gemiddelde nacht? Er zijn geen handdoekjes die 's nachts gebruikt worden bij John Degenkolb en mij op de kamer. Meer dekbedden? Ja, veel meer nodig. Ja. Ja. Meneer De Kort, wij danken u voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten.